Zeer goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we voor de eerste keer gaan zwemmen als jongen. En ik kijk er wel heel erg naar uit. Dus ik ga even mijn geld bij elkaar rapen om te gaan zwemmen. Ik heb er heel hard naar uit. Want iemand in zwembroek is nog nooit gebeurd om... mijn zwembroek maar was een bovenstukje. Dus vandaag is het echt wel tegen. Maar we kunnen geen beelden maken. Maar we kunnen het wel laten zien hoe ik eruit zie als in mijn zwembroek. En natuurlijk gaat Enzo ook mee, want Enzo is de hele week. Alleen niet de hele week, maar tot maandag. Dus kijk, wie gaat daaruit. Maar we moeten eerst nog boodschappen doen. En zo van dingen allemaal, dus dat gaan we eerst eens doen. Dus hij zit ondertussen aan de melk te eten. Dus wel een beetje zenuwachtig om dat te doen. Maar toch wel, ja. Het is de eerste keer dat je dat gaat doen om zo eruit te zien. Om te gaan zwemmen. Dus ik vind dat wel spannend eigenlijk. Om eerlijk te zijn. Dus mijn zwembroek. Zo helemaal. Echt super. Dus ik kijk er naar uit om te gaan zwemmen. Wij staan hier nu aan het zwembad. Let's go, zou ik zeggen. Om te vertrekken naar het zwembad. Even eruit halen. Het is niet zijn eerste keer te gaan zwemmen, dus kijk er maar uit. Dus komt het helemaal goed. Doen. Zo. Helemaal klaar met het zwembad. Voilà. Ben ik hier al eens geweest? Ja, of vaak ben ik hier geweest. Maar het is de eerste keer dat we als jongen gaan zwemmen en met hem erbij. Dus speciaal eigenlijk. Nu loopt hij aan mijn hand. En we gaan eens erin. Daar heb je het zwembad. Dus we gaan eens kijken. Het zal daar wel heel warm zijn. Dus, ontdek ons. Ik heb daar wel eens gedaan. Ik ga het hele keer. We zijn aangekomen. Moet je hier even wachten. Even zien we dan. Kom. Ik moet erin staan. Dan gaan we in en dan zijn we bij het zwembad. We staan hier nu allebei in de kleedkamer. Hier ook. Mijn kleine muis staat hier. En dan gaan we ons omkleden. Toelaten. Laten, klein rat. We staan in onze zwembroek. Helemaal klaar om te zwemmen. En mijn zwembroek. Helemaal klaar om te zwemmen. Ja, inderdaad. Ja, dat het dus geregend heeft. Dat was wel leuk om te gaan zwemmen. Dat was echt gezellig. En het kinderpad natuurlijk. Het was heel leuk om te zwemmen. Ik heb er echt van genoten. Hier zijn we weer aan onze kat.
Dus ja. Het was echt leuk. We gaan dat vakken even uitleggen wat we gedaan hebben. We moeten nog naar de winkel en zo. Dus dan gaan we eerst. Hier rijdt een man. De kleine man. Met zijn wagentje. Ik moet nog wel een beetje leren, maar ik kan het wel. Zo, we zijn hier al. Dit hebben we gekocht. En dan gaan we het straks maken. En ze gaan straks helpen, hè, met koken. Hopelijk vond je dat een leuke video. Dan zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we gaan gewoon naar deel 2 voor kerstavond te vieren.